Dames en heren, hij speelde bij de allergrootste, de allerbeste en de allertofste club van de wereld. En daarna ging hij naar Real Madrid. Vandaag te gast in een nieuw seizoen Leven met Vaart, aflevering 1. Roy van Drenthe. Welkom jongen. Hey, hoe is het jongen? Goed. Dank je. Ja, hoe gaat ie? Goed. Ik ben op dit moment, ik zou zeggen, goede doen. Gaat goed met de kinderen, goed met de familie. En zoals jullie weten, een nieuw chapter. Dus supergoed. Ja, tof. Nou, dan gaan we het de laatste over hebben, maar ja, zeg maar, respect Leiden. We wouden het eerst even over Feyenoord hebben. Daar is natuurlijk alles begonnen. Mm-hmm. Na het EK is het hard gegaan toen, het EK. Je bent snel vertrokken. Ja. Als je dat anders zou kunnen doen, had je dat weer gedaan? Met de wetenschap dat het, hoe je carrière gelopen is? Nee, ik had net zo goed weer vertrokken. Ja? Dat is een standpunt dat ik altijd voor mezelf heb gehouden. En dat is ook iets wat ik eigenlijk elke jong talent die zeg maar de kans krijgt om te mogen vertrekken naar een mooie club rondom de tijd dat het zeg maar een tijd is dat hij gewoon goed presteert in een Nederlandse competitie of waar dan ook. En dan komt de kans dat hij zeg maar eventueel kan vertrekken, moet hij dat doen. Ik begrijp best dat andere mensen zoiets hebben van ja, is het dan wel niet te vroeg, oké, maar dan zeg ik dan, oké, wanneer is het dan de tijd, ja toch? En wat is de reden dat wij zeg maar vanuit Nederland niet op jonge leeftijd kunnen vertrekken? Zijn wij dan zoveel minder dan de jongens die zeg maar opbloeien in een Engeland of in een Spanje en die in één keer zeg maar vanuit de jeugd van een Barcelona of vanuit de jeugd van een Valencia in één keer in het eerste gaan spelen en in één keer wel pam klaar zijn? Die theorie die telt bij mij niet. Als je talent hebt, heb je talent. Krijg je de kans om te vertrekken, moet je dat ook doen. Wat ik wilde vragen is, heeft Feyenoord aan jou, want op een moment, dat gaat op een gegeven moment, de balletje gaat een beetje rollen. Heeft Feyenoord toen niet tegen jou gezegd, Royston, jij was op dat moment echt wel drijvende kracht van het elftal. Niet aan jou gezegd van, joh, we gaan jou opwaarderen naar zoveel, willen dat je blijft? Nee, dat is niet aan de orde geweest. Heb je? Dus eigenlijk, vind je dat zonde? Boef, dat is wel een mooie heeft vraag. Heeft het meegespeeld in je keuze? Dat is eigenlijk een. Want Feyenoord zegt, ja, jij bent onze man voor de komende 5 jaar. We willen echt graag dat je blijft. Waarschijnlijk zullen ze dat wel gezegd hebben, maar persoonlijk tegen mij is dat niet gezegd. Kan zo zijn dat het tegen mijn zaakwaarnemer, omdat het niet toen het mijn zaakwaarnemer was, gezegd is, maar tegen mij persoonlijk niet. Het enige wat zeg maar misschien levenslang wel aan mij zou knagen, is het stukje dat ik zeg maar in 2012 terug naar Feyenoord wil. Begrijp je? Mm-hmm. En dat is zeg maar, en dat heeft zeg maar altijd aan mij geknagen, om het feit dat, ongeacht je weet wie ik als persoon ben, ongeacht je denkt dat daar misschien een addertje onder het gras zit, ik denk dat je zeg maar een kind, tenminste een kind wil ik het niet noemen, een jongen die zeg maar het gehele jeugd bij Feyenoord heeft gevoerd en alles, wel eventueel die kleine kans moet geven om zich zeg maar te bewijzen. Maar als ik dan zie wie allemaal wel kansen krijgen, dan denk ik bij mezelf, maar welke achtergrond heeft die dan met Feyenoord? Begrijp je wat ik bedoel? Maar dat is daar, pes, begrijp je? Dus dat is voor mij, dat is iets wat bij mij altijd zal blijven. Begrijp je? Dus daarom is voor mij. Maar ik ben nu in een hele andere soort focus, begrijp je? Tuurlijk, ja, logisch. Ja. Neem je het mensen kwalijk? Dat ik niet terug mocht komen de tijd. Ja, dan de enige die ik het dan op dat moment al kwalijk nemen, kon nemen, dat was Ronald Koeman. Want dat was degene wat mij is verteld die er niet mee instemde. Begrijp je? Dat is mij verteld. Ze zijn natuurlijk van misschien een last post in de groep. Ja, maar uiteindelijk, ik bedoel van. Is dat dan de hoofdreden waarom je zoiets hebt van oké, want ik bedoel van. Iedereen weet dat zeg maar, alles loopt met patronen, ik bedoel, alles loopt met tijden, ik bedoel van mensen veranderen, mensen gaan op een gegeven moment dingen niet meer doen, of worden volwassenen en alles, weet je dat. Alles kan, begrijp je? Maar ik kan best begrijpen dat, maar hoezo is het zeg maar wel in het Feyenoord verleden, is het altijd zo geweest dat een jongen die bij Feyenoord is opgegroeid en die alles heeft meegemaakt, maakt ze toch wel altijd een kans voor vrij om zeg maar terug te mogen komen. Ja toch? Ja. Eigenlijk gebeurt dat bij elke grote club, ongeacht wat er ook is gebeurd. Ze geven toch, ze ontvangen toch diegene in open armen en proberen er weer wat van te maken. Ja toch? Ja. Feyenoord ging zeg maar mee in het stukje van wat er zeg maar rondom de wereld rondging. Van Royston is een moeilijke jongen. Dus Feyenoord had zoiets van, oké, weet je wat, iedereen zegt dat, dan doen wij daar ook maar mee. Terwijl ik juist dat op dat moment niet van Feyenoord had verwacht. Heb je ook op dat moment in die situatie waar je dat ook gesproken met? Ja, natuurlijk. Ik ben bij Martin van Geel thuis geweest. En hij heeft dit ook zo verteld. Ik ben bij Martin van Geel thuis geweest en die zei tegen mij van ik ga het overleggen op de club. Ik vind het op zich een goed idee. Dat heeft hij tegen mij persoonlijk in mijn eigen ogen gezegd. Ik zou wel willen. En daarna ben ik weer op gesprek met hem gekomen en toen heeft hij tegen mij gezegd. Intern willen ze dat niet doen. Okay. Dus gaat niet door. We gaan nog even een stukje terug naar je eerste periode. Jij bent de laatste speler ooit geweest die na een wedstrijd van Feyenoord de Legioenzaal in is gegaan. Ja, dat weet ik nog wel. Jij ging met Garisteas toen. Toen moest ik met Garisteas inderdaad, ja.
Hoe ging dat? Even vertellen, maar hoe was dat? Ja, dat want ik was er ook bij. Nou, het ging, in eerste instantie ging het... Ja, het was sowieso enorm veel hectiek dat Galatasaray naar Feyenoord kwam. En op een gegeven moment sowieso was er nooit een punt gekomen dat hij zeg maar gewaardeerd zou worden, ongeacht hij misschien goals ging maken. Nou, hij scoorde tegen PSV de gelijkmaker dan waar ik een vrije trap op zijn hoofd legde en alles. En ik moest op een gegeven moment met hem naar het legioen zijn en ik dacht van oké. En ik gaf al aan van luister, is dit wel een goed idee, want volgens mij gaat dit niet werken, begrijp je? En we kwamen daar en toen stonden ze met z'n allen voor de deur van het legioen staan van Royce, jij mag naar binnen, maar hij niet. Dus, daarna was het ook gelijk afgelopen. Dat was hectisch. Ik weet het nog, met al tafels en zo, heel de deur gebarricadeerd, alle tafels van binnen naar buiten, ja, dat was goed. Ja, zeer natuurlijk, achteraf denk je, ja, misschien was dat wel handig, maar ja, toen was het gewoon zo, ja. Ook op zich wel gek, want Garisteas heeft voor Feyenoord eigenlijk best wel goed gespeeld. Hij vond mij 11 doelpunten nog gemaakt. Achteraf gezien was het nog best wel een goed seizoen, weet je wel. Als je vergelijkt met andere spelers die nadien van Ajax zijn gekomen, was het op zich niet eens een slechte jongen. Nee. Hij heeft uiteindelijk nog geld opgeleverd, maar ja, op dat moment werd hij gewoon niet gepruimd. Nee, hij werd niet gepruimd om het feit dat hij dus zeg maar van die club komt. Ja. Merk je dat in de kleedkamer? Dat onderling ook dat lastig ligt? Ja, vragen. Wat, Feyenoord Ajax? Ja, bijvoorbeeld, trouwens, eerst zat dan de kleedkamer in. En we van, shit man, wat is dit nou? Nee, maar kijk. Op een gegeven moment, hij was mijn teamgenoot, begrijp je? Dus ik ging op een gegeven moment wel met hem meevoelen, begrijp je? Ik zag dat echt, je zag echt van, hij was in een zware hoek gedrukt, begrijp je? Ook dat stukje wat je net aan mij vroeg, van dat stukje van het kleedkamer naar het veld, ja. Dat was voor hem volgens mij een hell of a job, begrijp je? Hij kreeg niks positiefs naar zich toe gegooid, begrijp je? Iedereen was helemaal fully focused op hem, om hem zeg maar met de grond gelijk te maken. En dan had hij tegen PSV gescoord, maar dan was het eigenlijk nog steeds niet goed, begrijp je? Jij bent natuurlijk een klein bruggetje, jij hebt natuurlijk bij Everton gezeten. De verhalen zijn gegaan dat jij hebt gesproken met Liverpool toen. Had je toen niet zoiets van, gaat mij dat misschien ook gebeuren? Want Everton en Liverpool liggen elkaar natuurlijk ook niet zo goed. Ja. De verhalen gingen inderdaad rond, ja. Het was niks concreets. Het waren allemaal... het was een beetje in de wandelgang. Ik hoorde wel het een en ander. En ik hoorde ook dat ze op de club waren gekomen, maar... Dat is echt dichtbij, hè? Dan zeg ik tegen jou dat de stadion staat. Ja, ik heb het gezien. Ja. Dat zou moeilijk worden. Dat zou moeilijk worden, want als je dan al kijkt dat ik zo bij Everton speelde, dat de Evertonians, de Blue, die dragen me nog steeds op handen en voeten. Ik heb vandaag toevallig een interview via Skype met de Evertonians gehad en dat soort dingen. Over de goede herinneringen van mij bij Everton. Ik ben uitgenodigd om zelfs een wedstrijdje te komen kijken met mijn zoon. Maar ja, ik weet nog dat ik een keertje in Dubai was en dat ik op een YouTube filmpje moest zien dat de Liverpool supporters op mijn Ferrari aan het stampen waren. Om het feit dat ik dus bij Everton speelde, begrijp je? Okay. Dus dat moet je nagaan. Ja. En dan had ik nog niet eens een overstap gemaakt. Zo laat staan dat ik zeg maar van Everton, dan zouden die blues allemaal terugkeren naar mij. Dat zou gek zijn. Nee, ik denk, ik zou die stap ook niet maken. Bepaalde stappen maak je bewust niet. Omdat je weet dat het alleen maar tegen je kan gaan keren. En heb je daar zin in? Tuurlijk, je kan er wel over openstaan om gewoon er tegenin te gaan, maar heb je daar wel zin in? Dave1908 vraagt, welke periode van je voetbalcarrière zou je opnieuw willen beleven? Opnieuw willen beleven? Dat is wel een goede vraag. Dan ga ik toch voor de periode... Voor de periode Everton. Ja? Ja. Waarom? Om het feit dat ik daar toch wel in de bloei van mijn carrière zat en eigenlijk zo goed, ik was zo goed op dat moment. Ik weet nog dat ik wedstrijden inging, dat ik echt zo, gewoon met een gevoel, dus niet zenuwachtig, niks niet. Onoverwinnelijk. Ja, ik had echt op dat moment, ik was 24, ik moest 25 worden dat jaar, ik was te goed. Maar ik had wel veel boeien met de trainer en ik was wild en ik deed van alles rot op het veld, maar... Ik was goed, geloof me, ik was echt goed. Als je de Royston van nu tegen die Royston van toen zou kunnen zeggen... Hoe ik als mens ben en hoe ik zeg maar als vader ben en alles... Dan denk ik dat ik bij Everton waarschijnlijk nog 4 jaar had getekend of zo. Ja? Als ik zo goed zou zijn als ik toen was, dat was niet normaal. Kevin Geraars vraagt, kijk je uit om met Sparta in de Kuip te spelen? Tuurlijk. Kijk, ik ben nu speler van Sparta, ik heb een jaar daar getekend en je weet natuurlijk niet wat er kan gaan gebeuren in de beker. Het zou zomaar kunnen. En ik zie het nu al voor me, want waarschijnlijk zal dat ook gaan gebeuren. Echt zo typisch dat weer op mijn pad komt, je weet toch? Gelijk tegen Feyenoord in de beker. Maar ik moet zeggen, daar kijk ik zeker naar uit. Zeer zeker gewoon om op dat grasmat te mogen voetballen, want zoals iedereen weet, dat is wel het beste grasmat van Nederland. Daar is geen twijfel over mogelijk.
En mocht je nou de 93ste minuut 1 op 1 op de keeper. Ja, waarom? En dan moet je maar even vakkers injagen. Daar ging over. Spolletje. Ik denk sportief gezien dat niet het geval zijn. Het enige wat ik wel kan beloven dat ik netjes en respectvol zijn, zeker niet zal juichen. Om het feit dat mijn achtergrond bij Feyenoord ligt. En mijn toekomst is bepaald door die club. En dus die respect zal van mijn kant altijd komen, maar op het moment dat ik sportief gezien bezig ben met de wedstrijd, ben ik een winnaar. En voor welke club ik dan ook uitkom, ik wil elke pot winnen. Dus of dat nou tegen Feyenoord is of wie dat ook mag zijn, zal ik die pot ook winnen afsluiten als die gelegenheid er is. Als je begrijpt wat ik bedoel, ja. Sven wil weten van wel. Sven die daar zit, ja. Nou, ik kan hem even filmen. Nee. Die wil weten welke. Ja, wat is dit? Het is echt raar zo. Ja. Ja, maar hij wil dus weten welke speler je meest geleerd hebt. Nee, kijk. Op sportief gebied denk ik dat ik dan het meest heb geleerd van. Van Guti. En ook, ik heb ook echt heel. Dat gaan jullie misschien heel raar vinden, of dat gaat misschien niet in het goede keel gaat vallen van de Feyenoord, maar van Wesley Sneijder. Hij was. Wat? Wat? Nee, maar ook. Ik en Wesley tekenden samen bij Real. En Wesley is niet eens zo gek veel ouder dan mij. Maar op dat moment, Guti was al 32, 33. Ik had nummer 15, Guti had nummer 14, Wes had nummer 10. En wij trokken automatisch heel veel naar hem toe. Maar hij had al zoveel levenservaring. En hij was een hele grote man bij Real. Dus eigenlijk alles wat hij deed, wilden wij ook doen. Dat zag je gewoon, tenminste ik, maar ik zag het ook bij Wes, begrijp je? Dus restaurantjes, uitgaansleven, maar ook gewoon in de kleedkamer trok je automatisch naar Guti toe. Dus ik had daar een heel groot gevoel van, oké, dit is de man waar wij eigenlijk het meeste moeten optrekken. Maar Guti was ook gewoon heel leerzaam tegen ons. Maar hij was ook zeg maar een threat voor ons, om zo maar even te zeggen. Want hij was ook een type die tegen ons kon zeggen van, hey, willen jullie vandaag daar een drankje willen doen? En dan moesten we bijvoorbeeld over 2 dagen hadden we misschien een pot. Maar dan was hij wel die gang maken van, maak je niet druk, jullie zijn met mij, we worden niet gezien, begrijp je? Dus het was negatieve zin, positieve zin, maar van hem heb ik zeker wel het meeste geleerd, maar van Guti. We hebben het zo meteen natuurlijk nog even over je muziek, uiteraard ook. Maar iemand, Jits.rfc vraagt, waarom ben je ooit begonnen met rappen? Ik ben ooit begonnen met rappen om het feit dat, ik was altijd fan van Opgezwollen. En ik had toen een tijd een interview gedaan, volgens mij was dat met, dat blad bestaat niet eens meer, man. Dat blad bestaat niet meer. Maar in ieder geval, het was een blad à la Football International. En ik had daar een interview met Tim Vinken samen gedaan. En wij gaven beide aan dat wij naar Opgezwollen heel veel luisterden voor de wedstrijd en alles. Nou ja, Stix en Rico hadden dat opgevangen, Junte. En die hadden een brief naar Feyenoord gestuurd met daarin van, yo, Royce en Tim, interview super dope en dit en dat. Echt tof dat jullie ook naar onze muziek luisteren. Wij willen jullie uitnodigen voor onze tour. Na elke show mogen jullie bij ons backstage, mogen jullie met ons mee en kijken in onze wereld nemen en alles. Nou ja, ik en Timmy vonden dat helemaal gers. Nou ja, wij waren elke backstage met Opgezwollen. Nou ja, toen, ik kreeg mee, lyrics mee. En op een gegeven moment, toen begon Stix een beetje mee te verdiepen van, ja, wil je bar schrijven, dit en dat. En Unique ging ook helpen en zo ben ik begonnen met zelf tekst te schrijven. Ja, ah, grappig. Ja, Tristan P. 2605 die zegt, kan je een rapper van Feyenoord maken? Ik denk dat hij heeft geslaagd. Hij heeft volgens mij aardig lopen pitten. Ja. Zet er nog wat linkjes in de comments, dan kan hij luisteren. Deze is op zich misschien wel leuk. Buck Engelhardt die vraagt, waarom wou je weer gaan voetballen? Want je was op een gegeven moment, zei je, ik ben eigenlijk helemaal klaar mee, weet je wel. Een beetje rond de periode van je boek. Was je echt, ik had ook echt het idee, oprecht eerlijk helemaal klaar mee. Ja, nee, wat het is, kijk, deze vraag is eigenlijk, ik ben eigenlijk nooit gestopt met voetballen. Ik was ik was moe van het stukje, zeg maar, wat er allemaal rondom voetbal heen gebeurde. Begrijp je maar voor, aan voetbal heb ik nooit een hekel gehad, begrijp je? Dat zo. Vandaar dat je nou bij Sparta voetbalt. Ja, is waarschijnlijk wel, ja. Nee, maar wat ik meer wil zeggen is dat voetbal heb ik nooit denk gehad. Voetbal blijft het leukste spelletje op aarde, denk ik. Maar waarom ik echt weer ben begonnen met voetbal is omdat Henk van Steen en Henk Vreese echt hun hebben mij echt kunnen kietelen. En hebben echt laten zien van, hey. Het was ook toen ik bij Feyenoord doorbrak, was Henk van Steen was hoofdjeugdopleiding, Henk Vreese was mijn trainer. Ik denk dat dat gewoon de key voor mij was van, hey vriend, doe die sleutel erin, openmaken. Maar Feyenoord 1 wou dus dat, tenminste hoge rand wou dat ik mij klaarstoomde voor de linksback positie. Maar ik was op dat moment de aanvoerder en de linksbuiten van Feyenoord 1.
begrijp je? En wij speelden ook gewoon nog topwedstrijden tegen PSV, tegen Ajax en tegen iedereen. En die wouden wij ook gewoon nog steeds winnen. Ongeacht ik dus 3 keer tot 4 keer in de week met het eerste mee trainen, maar ik speelde nog niet in het eerste. Ik speelde praktisch gezien eigenlijk alle wedstrijden in de tweede en de A1. Maar ik moest dus, de trainer moest mij dus op linksback gebruiken, waar hij mij dus op dat moment niet wou gebruiken in de A1. Dus wat deed hij dus? Hij zei hij van vriend, als zijn hoger had, zijn ze weer bezig te lopen. Te zeiken, hij zegt dat je krijgt nummer 5. Je gaat mij even 10 minuten op die linksback positie zitten. En dan ga je lekker naar voren. En dan tief je mij op naar voren. Ja. En zo ging dat dan sommige wedstrijden. En dan wisselde ik zo met Mohamed Amouti. Nou ja, ik weet niet of die nog voetbal had. Maar zo ging dat dan. Mohamed Amouti met nummer 11 linksback. Ja, dat is echt mooi. Ik speelde daar linksbuiten. Speaking of goals, jij hebt blijkbaar nog nooit voor Feyenoord gescoord. In de Eredivisie niet. In de Eredivisie niet. Nee. Maar als we gaan praten over goals, dan wil ik mezelf eventjes zetten op dit jaar minimaal 12 assists en 7 goals. Ja? Zo, heftig. Liever een assist of een doelpunt? Liever een assist. Voorbereidende actie. Ja, toch. En een goed voorzet op in dit geval Larsje Veldwijk's hoofd. Die man kan kop als een gek. Dus dat geeft mij een gevoel als een doelpunt. Begrijp je? Natuurlijk. Ja, perfecte voorzet. Ja, absoluut. Huts erin. Begrijp je? Ja. We hebben natuurlijk ook samen een beetje de muziek dingetjes gedaan. Heeft het je geholpen? Zeker. Ik moet zeggen dat de fijne track No Mercy op dit moment de meest gestreamde track is op Spotify. En zo zie je maar weer, zoals je begint onderaan een trapje. Maar dat is dan zeg maar toch een bepaalde push voor mij geweest, begrijp je? Ja. Heb je nou veel, ik weet het natuurlijk wel, dus misschien wel leuk voor mensen. Heb je nou veel mensen je herkennen? Dat is altijd zo geweest, eigenlijk vanaf dat ik professional ben geweest. Nou, dat gaat altijd met pieken en dalen natuurlijk, wanneer het een beetje rustig om je heen is. Maar ja, sinds Koning Toto weer op de buis was, dan is het ook weer bij de jongeren, was het ook weer gelijk. Gewoon bij de kinderen in de buurt. Ja, maar dat is echt heel erg leuk. Bij de kinderen in de buurt was chaos. We gaan ze helemaal van, hey, wacht even, maar Koning Toto wordt gewoon bij mij om de hoek, maar wacht even. Ding dong. Wat gaan we invullen? Ja. Kijk, we moeten eigenlijk nog even een beetje reclame maken voor Toto, want we hebben een bekertje gebeached voor de studio. Okay. Die hebben we gekregen van Toto, dus bij deze. Moeten we nog een soort reclamespotje opnemen? Moeten mensen kaartjes kopen van Toto nog? Of is je contract afgelopen? Contract is afgelopen. Contract is afgelopen nadat ik zeg maar tekende bij Sparta. Dat mag niet natuurlijk, belangrijk. Nee, het was een nieuwe campagne. Het was een heel nieuwe campagne, maar ja, dat ging niet door om het feit dat ik de steker heb gespakt. Maar in elk geval, wij waarderen Toto wel voor onze prachtige aanwinst in de studio. Wil jij ook nog een... Mag ik een officieel plekje geven? Ja, wil jij hem een officieel plekje geven, Pep? Ja, mooi. Zo. Hij blinkt wel, die gouden beker. Dat vind ik nou echt mooi, weet je. Kijk, Feyenoord, dat is precies Feyenoord die gouden beker wint. Ja. In de 100 jaar kan gouden kampioenschaal, gouden beker. Ja. Echt top. Nou, mooi man. Nou, ik denk dat we rond zijn. Ja, is het is goed. Dank jongen. Geen bedankt. Nou, we zien elkaar binnenkort misschien alweer. Kom zo weer ook. Maar dan zie je me niet als ik bij Spam op het kasteel zit. Laten we dan... we gaan elkaar sowieso zien, maar laten we dan ook op een sportieve wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta. In de Kuip of Ja, maar ik hoop wel dat Feyenoord wint. Ja, nee, dat mag. Ik hoop dat jij een goede wedstrijd speelt. Je mag ook 2 keer scoren, maar als wij nog 4 keer scoren... Ik zou je vertellen dat... We hebben wel een leuk team. We hebben wel een leuk team, echt. Ik zeg dat niet heel gauw. Dit is een dreigement. We hebben echt een goed team staan. We hebben hongerige jongens, geloof ik. Ja. Ik heb een klein beetje meegekregen.